Goedenavond allemaal. Ik vind het echt jammer dat ik er zelf niet bij kan zijn, maar ik ben toch blij dat ik op deze manier toch een stukje bij jullie ben en jullie mee een boodschap kan geven. En ik wil mijn boodschap beginnen om iedereen proficiat te wensen die aan de Olympiades heeft meegedaan. Want ik denk dat het toch niet makkelijk is. Jullie hebben jullie studies, jullie hebben jullie werk en daarbovenop moeten jullie jullie vrijmaken, moeten jullie studeren, moeten jullie werken aan die Olympiades. Dat kan je alleen als je stukje die passie voelt rond wetenschappen. Maar in elk geval proficiat voor iedereen die heeft deelgenomen. En ik vind het ook belangrijk voor ons bedrijfsleven, belangrijk voor onze economie in Vlaanderen, dat er aan natuurwetenschappen zoveel aandacht wordt besteed, dat jullie daar ook willen in werken, dat jullie daar passie voor hebben. Want natuurwetenschappers hebben we nodig in ons bedrijfsleven. Wij moeten het verschil kunnen maken met onze concurrenten en natuurwetenschappen geeft daar een mogelijkheid voor. Dus zeer goed dat jullie die stap willen zetten. Ik ben ook heel blij dat we de negatieve stroom steeds minder studenten in natuurwetenschappen de laatste jaren hebben kunnen ombuigen. In terug een positieve stroom. Meer jongeren die terugkiezen voor die natuurwetenschappen. En daar zullen zeker die Olympiades mee aan hebben gewerkt. En dus respect voor ook de organisatoren, want jullie hebben mee een positieve perceptie natuurwetenschappen gedaan, waardoor er elk jaar meer jongeren aan die Olympiades meedoen. En wellicht heeft dat ook mee bijgedragen met het feit dat meer jongeren terug voor natuurwetenschappen kiezen. Ook respect echt voor alle jongeren dat jullie hier aan meedoen, dat jullie die stappen hebben gezet. En zeker uiteraard naar de finalisten die hier vanavond zijn en naar de winnaars toe. Ik kom uit het bedrijfsleven en ik heb in het bedrijfsleven altijd ontdekt dat de winnaars, de goeie, dat die eigenlijk excellent zijn op drie vlakken. Ze zijn excellent op het vlak van talent, op het vlak van innovatie en op het vlak van internationaal ondernemen. Nou, zeker tegen jullie, de finalisten en de winnaars, moet ik zeker niet zeggen dat jullie geen talent zouden hebben. Dus het talent is hier zonder twijfel aanwezig. Maar ook innovatie, zoals ik al zei, wetenschappen geeft juist de kans, natuurwetenschappen geeft juist de kans om innovatief te zijn tegenover anderen. Dus ook op dat vlak, blijf dromen, blijf durven, blijf doen. Dat is wat ik jullie aanraad. Derde is internationaal. Nu, de finalisten krijgen de kans om hun kennis mee te meten en te bekijken samen op internationaal vlak. Jullie krijgen de kans om de kennis die in Vlaanderen bestaat mee uit te dragen. Dus doe dat goed. Ik wens jullie daar alle succes voor. Niet alleen uiteraard in de internationale Olympiade, maar ook bij jullie examens en bij alles wat jullie in de toekomst zullen ondernemen. Ik wens jullie allemaal een zeer fijne avond. En nog eens bedankt aan iedereen die dit mogelijk maakt.